Gino en Zelda, broer en zus. Voor wat zit jij bij deze vereniging, de judovereniging? Ja, ik vond het leuk om te judoen, dat lijkt me dan. En dan word ik in het begin bij een andere vereniging. Maar ja, dat vond ik niet zo leuk en dan kreeg ik alles niet zo goed geleerd. En toen ben ik in de tijd gestopt met judo. En kreeg ik wat zin erin en toen ben ik hier gekomen. En wat is dan nu zo leuk aan deze vereniging? Nou, gewoon, er zitten hele aardige mensen en de kreeg het goed uitgelag. En dicht voor wat zit zich bij deze vereniging dan? Ik ben via mijn broer gekomen, omdat hij zei dat het heel leuk was en dan wil ik wel eens metgoeien. En dan vond ik het toch heel leuk en toen word ik ook hierin gekomen. En hoe vaak moet je nu trainen dan? Ja, gewoon in deze vereniging moet voor 2 keer per week trainen. En als je naar de wedstrijdgroep in wil, dan moet je 3 keer in de week trainen. En dat doet je alle 2 wedstrijden, of niet? Ja. Hoe vaak per maand heb je een wedstrijd? Meestal 4 keer per maand. Elke week dus. En het is alleen maar hier in het zuiden, in Limburg, of is het ook in het noorden? Ja, het meeste is alleen in Limburg, maar soms gaan we ook naar België en Duitsland. Oh, dat is wel chic dan, hè? Dan ziet je gewoon nog iets van Europa dan. Doet je gewoon nog andere leuke dingen bij deze vereniging, of is het alleen maar judo? Nee, vooral nog heel veel activiteiten buiten het judo zelf. Dus kampen en als het sneeuwt of vriest, dan gaan we versleeën of schaatsen. En met Pasen en met Sinterklaas doen voor hem gaat. Dus. En ik heb ook begrepen dat je ook altijd op kamp gaat. Hè? Wat gebeurt daar eigenlijk allemaal? Ja, dan gaan voor 2 dagen gaan voor in huis slapen op de judomatten. En dan gaan voor ook meestal zwemmen. En we gaan in de speurtocht of speel doen. En dan gaan heel gezellig maken. En ook wel judo-trainingen per dag. Dus je doet eigenlijk hier veel op zijn kamp. En het is eigenlijk ook gezellig zo met elkaar te leren kennen natuurlijk. Ik zie dat zich een bruine band in hebt en dicht een groene band. Wie werkt dat nou eigenlijk? Ja, als je begint met judo, krijg je de witte band. En dan moet je dan worpen verliezen en grondtechnieken. Als je die goed beheerst, dan krijg je naar de volgende band. Dat is dan geel. En hoe lang deed ze dan erover? Ja, dat kan ze 1/2 jaar, maar dat kan ze ook 1 jaar. Als ze goed kan ze binnen 1/2 jaar, dan kan ze dan al op examen. Binnen 1 jaar kan ze ook op examen. Oh, en zijn die vragen moeilijk of hoe werkt dat dan? Nee, dat zijn te worpen. Dus ze hoeven alleen maar worpen te laten zien? Ja, en op de grond moet ze houtgrepen laten zien. Oké, dan zou ik zeggen, heel veel succes. En we weten, komen gewoon nog wel eens een keer mee doen. Everybody was kung fu. They fought with expert timing. There were funky Chinamen from funky Chinatown. They were chopping them up, they were chopping them down. It's an ancient Chinese art, and everybody knew their part. From a fainting to a slip, and a kicking from the hip. Everybody was kung fu. Laurens en Bjorn Gulpen, vader en zoon, spel van deze vereniging, judovereniging Sarai, bestaat nu 6 jaar. Waarom de naam Sarai? Nou, de Sarai is eigenlijk gekomen voor een naam zoeken wat eigenlijk helemaal niet bekend wordt. Nou, daar zijn we eigenlijk op geknield en gegroet samen uitgekomen, vooral in eerste instantie van een ree.
Maar dat bestond al. En dan hadden we dat gewoon samengevoegd. Zaraï is gewoon geknield, gegroet. Of gebogen, gegroet. En zo zijn we eigenlijk onder de naam Zaraï gekomen. Je bent een jonge vereniging. 6 jaar bestuurt je. Hoeveel leden heb je dan? Want je bent groeiende. Nou, we hebben op dit moment voor toch een 80 tot... 90 tot 100 leden, ja. Dus we zijn lekker op weg naar een grote vereniging. En we streven er nou binnen de komende 5-6 jaar echt een van de grootste verenigingen in Zuid-Limburg te werden. En wie wilt je dat dan bereiken? Nou, door resultaten en ook door boete judo ook nog andere zaken aan te bieden aan de kinger. Want voor de jeugd moest het eigenlijk heel leuk maken. Niet alleen maar judo. Judo is een sport. Maar dan moest de sport of voor de kinger interessant maken met nevenactiviteiten. Zo hebben we bij wijze van spreken een Sinterklaasactiviteit, we hebben een paasactiviteit, we hebben een kamp, biedt voor elk jaar aan. En zo hebben we nog wel 4 of 5 activiteiten waarvoor de kinger dus boete judo nog aanbieden. In onze vereniging. Waar komen de meeste leden eigenlijk vandaan? Ik denk niet alleen maar uit Waalwiller natuurlijk. Nou, niet alleen maar uit Waalwiller, we hebben ze eigenlijk uit de ganse regio. En dat denk ik aan Koolscheid, Eschweiler, aan Aken, ik denk Haren, ik denk eigenlijk aan van allerlei verenigingen uit gaan Duitsland. Ja, en dat kunt dan toch hoofdzakelijk vanwege het feit, dus steeds voor de judoka's paraat en dus steeds een beetje bekend met het feit dat ze kwaliteit en kwantiteit levert en dat de judoka's voorop steunt. En dat spreekt zich rond en hoe de kwaliteit zijn toch in de judoka's naartoe, omdat ze natuurlijk het willen hebben wat ze ook kunnen leren. Ik hou begrepen dat je een dokterbiertje hebt tijdens wedstrijden, maar ook dat je iets anders speciaals houdt. En wat is het eigenlijk dan? Nou, eigenlijk door dat we zo'n hechte vereniging zijn, werken we heel veel samen met de mensen en de ouders binnen de vereniging. En daar zijn we ook via die weg aan een arts gekomen. En dat is gewoon de vader van een kink. En die hulp ons dan op toernooien, maar ook gewoon tijdens trainingen met de medische begeleiding. Nevenbij hebben we verder nog een meisje wat op een school zit. En dat hulp dan bij eventuele naschoolse bijlessen van als er problemen zijn tijdens de studie. En doordat ik zelf op de hogeschool zit en nog veel contact heb op de hogeschool, hebben we zelfs een fysiotherapeut. En die is ook bereid voor onze vereniging om direct in te springen. Dus elke vereniging heeft eigenlijk iets speciaals. Om eigenlijk leerlingen te begeleiden als ze slecht zijn op school, maar ook lichamelijk goed te begeleiden. Hè? De kinderen zijn het groeien. En dan moest natuurlijk een goede begeleiding voor hebben. Voor BDMI wil je alleen maar judo bieden voor ook het welzijn van het kinga. Zowel sociaal als op de sport. Oké, hartstikke bedankt. Dan zou ik zeggen, heel veel succes. En wilt je nog iets zeggen naar de kiekers toe? Dankjewel. En judovereniging Zaraï Waalwiller is open samen met mij. En met mijn pap. En met ons samen, ja.